De Lambertuskerk in Vught is een raar geval. De toren en de kerk staan los van elkaar. Net een echtpaar dat van tafel en bed is gescheiden. Tussen 1400 en 1480 werd de oude Romaanse kerk naar gotische trant verbouwd. Het koor werd uitgebreid met verlaagde dwarsassen. De Romaanse toren werd afgebroken en de nieuwe toren werd pas veel later in 1560 gebouwd en bestaat uit lage baksteen afgewisseld met lage tufsteen. Na de val in 1629 van het nabijgelegen ‘s-Hertogenbosch kwam de kerk in handen van de hervormden. Ook na de Franse tijd bleef de kerk protestants. Die besloten in 1821 om het schip af te breken, waardoor de toren, die eigendom was van de gemeente Vught, los van de kerk kwam te staan. Zowel toren als het losstaande kerkgebouw zijn rijksmonumenten.